Vandaag weer nieuwe avonturen. Ik ben op pad met, moet je wel eventjes laten zien, Demi en Niels. Maar ik heb een slechte dag. Vandaag zit ik in de rolstoel. Ik ben heel erg grieperig, maar ik wil heel graag de afspraak die wij nu gaan doen, wil ik gewoon naartoe. We gaan naar Gonny en Gonny gaat ons meer vertellen over mindset. Dus vandaag maar in de rolstoel, want de benen hebben er geen zin in. Maar dat gaat wel weer over. Onderweg naar de afspraak. Ik vind het leuk als jij het staat. Ja, mooi hè? Ja. Maar ook wat er eerst zei, oh, dan hebben we de pijlen erbij. Toen zei ik, nee, het is geen pijlen erbij. We hebben een presentatie gehad van Gonny. En we hebben dus heel veel geleerd over mindset. En het allerinteressantste is dat ik inderdaad met mijn mindset in staat ben geweest om nieuwe neurale paden aan te leggen. En onder andere bijvoorbeeld mijn klapvoet heb weten te genezen. En ik vind het gewoon echt fantastisch om dus nu te weten dat wat ik doe, dat het eigenlijk ook gewoon nu onderbouwd is vanuit het brein en vanuit eigenlijk vanuit de wetenschap. Nou, ik ga hiermee verder en ik ga verder met de genezing. En ondanks dat ik nu nog steeds in mijn rolstoeltje zit, weet ik gewoon zeker dat ik hier dus ook gewoon weer uitkom. Op het moment dat ik me weer beter voel, ga ik weer volle kracht vooruit.